Waar er vorige week nog bussen over de Grote Markt reden, is dat inmiddels verleden tijd. Sinds afgelopen zondag, 17 juli, is de binnenstad van Groningen busvrij. We staan hier nu op de Grote Markt. Vanaf 17 juli rijden de bussen een andere route door de binnenstad en komen zij niet meer hier op het plein. Het verdwijnen van de bussen is nodig om de Grote Markt opnieuw in te richten. De Grote Markt krijgt een flinke make-over. Dat betekent dat het asfalt eruit gaat, dat we daar steentjes voor in de plaats gaan leggen. En in de toekomst wordt de Grote Markt veel meer een verblijfsplein voor voetgangers en waar ook fietsers de ruimte hebben. En daarvoor voegen we groen toe. We zien hier een paar bankjes, die staan er tijdelijk. We zullen in de toekomst hier vaste banken krijgen, plekken met water, met bomen, met groen. Zodat dit echt een plein wordt waar je niet alleen langskomt, maar ook echt graag naartoe wil gaan. Om die bussen een andere route door de binnenstad te laten rijden, hebben we wel een aantal maatregelen moeten nemen. Daarvoor is er een aantal nieuwe bushaltes gekomen aan het Zuiderdiep en het Kattendiep. Ook zijn er nieuwe haltes bij het provinciehuis en stad Schouwburg. En hebben we een brug aangelegd, de Kattenbrug, een nieuwe brug, die ervoor zorgt dat de bussen op die manier een goede route kunnen rijden. Het is ongeveer 200 meter verder lopen naar het hart van de stad, de Grote Markt. Voor de meeste mensen is dit geen enkel probleem. Maar er zijn ook mensen die slechte been zijn. En voor die groep mensen is er een voorziening getroffen. Op 3 dagen in de week, op de dinsdagen, de vrijdagen en de zaterdagen, tussen 10 en 5, kunnen mensen gebruik maken van wat wij noemen alternatief vervoer. En dat is in de vorm van een rikscha. Die mensen vanaf de haltes naar het stadcentrum brengen en vice versa. Mensen kunnen daar een telefoonnummer voor gebruiken om gebruik te maken van deze dienst. En die informatie is te vinden op de gemeentelijke website, gemeentegroningen.nl is dat.